Hoi, ben ik. Vandaag wordt het een filmpje met een kritische noot. Richting boskappen en zo. Want op de manier waar dit gebeurt op het moment en waar de belangen liggen, dat is niet normaal. Want kijk maar hier achter mij ook. Er is flink gekapt. En als het nou uitdunnen was. Maar op heel veel plekken heeft het niks met uitdunnen te maken. Er wordt gewoon systematisch gerooid. Kijk, uitdunnen, dan kan er weer nieuwe bomen komen. En op de manier waar ze nou mee bezig zijn, dat schiet niet op. Want die belangen die liggen er gewoon dus bij de snippers. En daar kom ik daar ook nog even over terug. Want pak nou dit bos. Dit was een heel mooi eikenbos. Stond wel wat dicht. Dat simpel zat. Maar in ieder geval, dat zou gewoon uitgedund moeten worden. Maar hier hebben ze gewoon uitgedund in gangen van 4, 5 meter breed. Hebben ze hier nou uitgedund. En waarvoor? Nou, dat gaat er nooit draaien. En die biomassa centraal is in de gang te houden, want de eiken is hier ter plekke versnipperd. En geloof het toch niet? En zo is dit bos niet alleen. En dit is dan een bos van Staatsbos. En verderop ligt nog zo'n bos, daar hebben ze ook helemaal gerooid. Zeg maar, die eikenbomen allemaal een heel stuk, een heel klein beetje blijven staan. En waarvoor? Voor die biomassa centrale. Dat lijkt er nergens op. Want bij het verbranden van de hout, er komt ook CO2 vrij. Kijk, en dan is de bedoeling natuurlijk dat de CO2 weer opgenomen wordt door de bomen in het bos. Die er dan weer zuurstof van maken. Maar als we onderhand voor het meer rooien, als dat de bomen zuurstof kunnen maken, dan gaat het toch niet meer goed. Dan moeten we eens nagaan denken, want we blijven de CO2 maar uitstoten. Maar met gezonde grote bomen opruimen en maar wachten op nieuwe aanwas, dat duurt lang. Dan hebben we in Brabant en trouwens in heel Nederland wel wat meer bomen en bos als dat we ooit gehad hebben. Maar ja, het oudste bos hier is niet ouder dan 90 jaar, 100 jaar maximaal. Dus we hebben in ieder geval hoop, maar dat wil nog niet zeggen dat we nou met geweld allemaal moeten gaan rooien. En door de droogte, je ziet hier wel, deze berg, liggen er ook veel het loodje. Het grondwater staat nog steeds veel te laag. Dus we moeten wat zuiniger zijn op de spullen allemaal en zorgen dat het grondwater wat gaat stijgen. Ze gooien op het moment zelfs hout bij kolenstook. Om te zorgen dat dat er niet zoveel CO2 vrijkomt. Want in kolen zit er veel meer CO2. En dus dan komt er meteen waar ik net over had, over de belangen. Kijk, het is op het moment gewoon zo dat ze bij Staatsbos en bij andere instanties en organisaties heel veel hout gewoon zagen en doen om die snippers, want die moeten natuurlijk een aantal kubus per jaar aanleveren. Wat ze nou niet meer, misschien niet kunnen voldoen. Dus dan wordt er misschien bos gekapt. Wat nog helemaal niet de bedoeling was. Kijk, dit zijn belangen. Geld speelt een rol. Aantal kubus per vierkante meter. En die afspraken dat ze zoveel kubus moeten leveren. En als dat niet lukt. Ja, en dan halen ze ook nog ter hout uit het buitenland. Dat komt er ook nog bij. Gaan we hier buitenlands hout op snuiten stoken. Ah jongens, het moet niet allemaal niet gekker worden met die biomassa centrales. Want we moeten zuinig zijn op onze bomen. Kijk, een boom, dat is een bron van leven. Er zitten heel veel insecten en alles op een boom. Je is dan een berk en je ziet al dan meteen al waarom. De scheur en een spleet die erin zit en een ruwe bast. Maar dan hebben we ook nog een eikenboom. En dat verklaart ook wel weer waarom dat die... Kijk, hier een eikenboom heeft ook een hele ruwe bast met heel veel scheurtjes en dingetjes erin waar insecten en ze kunnen verstoppen. Maar er zit ook een hoop leven in zo'n boom, voor zo'n insect. Ik geloof dat er op zijn eikenboom zitten wel 350 soorten insecten. Ja, dat is toch geweldig. De grootte en het soort boom is ook belangrijk. Want het is natuurlijk de bouw van de boom. Verschillende holtes die erin zitten.
en ik noem maar iets, gaten voor spechten en alles moeten erin kunnen komen. En dat is heel belangrijk voor de vogels om allemaal ook hun plek te zoeken. Want er zit van alles op, hè? Want de blaadjes van een boom, er zitten ook weer insecten op. En die insecten, die zijn wel goed voor de vogeltjes. En daar gaat het ook niet goed mee. Net als met de insecten, daar wordt ook per jaar minder. En dan, als de vogeltjes dan ook nog eens een keer, ja, die worden ook uitgedund. En dan komt zo'n inlandse eik, oftewel een Europese eik, die komt tegenwoordig niet goed in het nieuws vanwege die eikenprocesgerups natuurlijk. Maar die mezen, die eten die rupsen wel op en die geven ze ook aan de vogeltjes. Maar als ze nou gaan spuiten en gif gaan doen en alles, ja dan vinden gewoon hele nestkastjes vol met dode vogeltjes. En die processierups, die is er niet voor niks natuurlijk, die zal ook wel ergens zin voor hebben. Kijk, hier is nou weer zo'n stuk waar ze gewoon, nog eens niet gezaagd, daar knippen ze tegenwoordig voor. Daar geeft wat meer geweld. Het wordt eruit getrokken. Nou, dit laten ze achter. Maar er is zeg maar hier langs, hier is dan niks meer te zien. Maar hier langs hebben ze nog gewoon dat dichte bos gelaten. Had het gewoon anders uitgedund. Dan had het gewoon voor de biodiversiteit en dat er andere bomen kunnen gaan groeien, was dat veel beter geweest. Nou is het hier aan deze kant nog niks. Kijk, want hier zien we nou bijvoorbeeld een mooie dikke eik. Maar zie je al die uitsteekseltjes aan die boom zitten? Dat is al een teken dat die boom aan het overleven is. Dus die hebben het al zwaar. En als je de takken ziet, als ik omhoog ga, Dat zegt ook al genoeg. Kijk, deze boom heeft er toch wel het een en ander te lijden hoor. En dat heeft allemaal te maken met droogte. Zelfs we kunnen nagaan, zo'n eik. Maar deze heeft in ieder geval nog de kans gehad om een echte boom te worden. En dat hij volop zuurstof kan produceren. Wij kunnen van die boompjes hier allemaal, hoe zijn ze hier, niet zeggen. En die hebben de kans niet eens gekregen. Het gros ligt al... is al uitgestoten als rook bij de biomassa-centrale. Nou, nog wel leuk om even mee te nemen. Dit stukje. Hier is een das bezig geweest. Om nog wat uit de grond te krijgen. Kijk, want zo kan het ook. Hier, dit bos is gewoon uitgedund. Dan houden we toch nog een beetje een bos over. En hier staat ook allemaal verschillend spul in. Dat hadden ze net bij de eikenbos bijvoorbeeld ook moeten doen. Daar hadden ze al iets anders aan moeten planten. Maar dus alleen maar gewoon gerooid. Centenkwesties. De natuur moet belangrijker. Het is niet meer zo belangrijk. Geld is belangrijker. Onvoorstelbaar dat daar vanaf moet hangen. Geld. Hier nog een poel in het bos. En deze poel. Die stond van de zomer. Ik denk dat er maar net een vierkante meter water in. Wat ook al aangeeft hoe zwaar de bomen in het bos hebben. Hier moet nog een meter, anderhalve meter bij. Zo droog is het nog hier, in deze stukken van Brabant. En hier hebben we een bos. Dat laat zien hoe dat het ook kan. Dat is pakweg 6 jaar geleden. Denk ik hebben ze dat hier al flink uitgedund ook hoor. Maar er kwam er niet vlug genoeg jonge aanwas. En toen hebben ze hier gewoon eens een beetje door het bos heen gerommeld. De grond wel losgemaakt en alles. Dan moet je eens kijken. Allemaal jonge dennen, berkenboompjes. Er staat er weer van alles. Hult zit ertussen. Kijk, waar vroeger trokken ze die bomen eruit met een paard. En die boomstammen uit het bos sleuren, die haalden natuurlijk de grond los. En dan konden er weer jonge boompjes krijgen dan de kans. Dat was dan mijn kritische noot. Van de zomer ga ik daar nog meer over vertellen. Want daar heb ik nog lang niet alles over verteld. Het is heel belangrijk dat we dan met die bossen aan de gang gaan. En precies zoals ik net al zei. Geld, dat is dat de oorzaak moet zijn om onze natuur te redden. Dat is toch wat verschrikkelijk. We willen er alleen veel te veel aan verdienen. En dat is het probleem. En vinden jullie mijn filmpje mooi en interessant? Duimpje, hè? Worden we allemaal beter van. Doei!